Waarom ik? Het kan niet anders. Je hebt het toch wel eens vaker gedaan als je bij de pastoor les had? Ja, maar elke dag? Dat had je me niet gezegd. Ik weet niemand anders. Voortaan hoed jij de schapen. Martien! Opschieten! Je moet niet gaan. Het kan niet anders. Een wolf die schapen hoedt. Pas maar op dat ik ze niet opvreet. Zoiets nou. Het leek toch echt goud. Ze wisten dat die verdomde bokkenrijders. En die verrader ook. Lood. Gewoon lood. Wat zullen de mensen wel niet zeggen? Helemaal niet, stomkop. Jij zorgt ervoor dat niemand dit hoort. Dit blijft geheim. Dat gouden beeld was van lood. Dat viel zomaar een stuk af. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Ik zweer het, ik zweer het. Ja, het smolt gewoon weg door de kaars. De schout was over de rooien. Hoe heet je? Martien. En jij? Freetje. Werk je al lang in de mijn? Oh ja, al een paar jaar. Ik moet beginnen. Ik hoop dat je bij ons in de gang komt, want mijn vader heeft nog een rater nodig. Jullie zijn de nieuwe? Ja, de Kremers, 3 man. Jullie gaan naar gang 3. De grote kunnen slepen, hij wordt raper. Ja, voor wachten worden jullie niet betaald. Wegwezen. Wij moesten ons hier komen aanmelden. Ja, jullie gaan stutten bij Nugelmans, daar naar beneden. Jij niet. Weet je? Hij gaat raven bij Van Gassel. Dit is mijn vader. Welkom hier. De eerste dag, hè? Ja. Ik hak brokken steenkool in mijn stuk. En die brokken die gooien jullie hier in die korven. En die korven, die gooi je dan weer leeg in deze karren hier. En dan lopen de opzichters hier in de gang. En die kijken hoeveel korven ik heb gehakt. Waarom? Als krijg ik geen geld, jongen. En jij ook niet. We worden hier per korf betaald. En nou opschieten? We hebben al genoeg tijd gedaan. Kom op. Volgende keer een tapijt voor je neerleggen.
donker, hè? Zou je moeten wennen, jongen? Hé, hey, het is wel vol, hè? Vind je niet? Ja. Wegbrengen. Werken moet je hier. Ik moet bij die terechtstelling aanwezig zijn. De schout heeft mij min of meer bevolen als zijn gast het vonnis te zien voltrekken. Wanneer is dat? Over een paar dagen. De grauwe beul kan ieder moment uit Brussel terugkomen. Ik zal erbij moeten zijn. Dat begrijp ik niet. De schout heeft zo het idiote idee opgevat dat ik wel eens de zwarte kapitein zou kunnen zijn. Hoe komt hij op dat waanzinnige idee? U, de zwarte kapitein. Er is echter een probleem. Ik ben de zwarte kapitein. Ik heb het van hem. Maar ik mocht het niet verder vertellen. Ja, maar die schout kan toch zo zijn gezicht nergens meer laten zien. Zo, heb je dat gesneden bij het scheren? Nee, maar eerst wordt de pastoor onder zijn neus van het schavot gehaald en daarna wordt je afgeschreven met een lode beeld. Bokkenrijders worden wel opgehangen. Het is maar goed ook, dat Satans gebroed. Nou. Misschien heeft je dat goud zelf wel gestolen. Hij is een vrek. Heeft mij ook nog niet betaald. Doe nog maar een ronde. Op de pof. Ja, ja, er is zo'n boerderij Lui Lekkerland bij, hè? Kom. We gaan naar huis. Het wordt al donker. Het was de hele dag al voor ons. Hoi, Hanne is open. Een beetje merkt toch niemand. Ben je nog steeds bang? Ik was niet bang. Soms weet ik het niet meer met Lotteke. Als ze maar weer beter wordt. Natuurlijk wel. Je helpt ons zo goed met haar, Anna. Ach, ze is ook zo lief. Ja. En ze is ook zo teer. Mis jij dat nooit, kinderen? Vroeger wel. Maar nu niet meer. Er gingen ooit geruchten... Wat? Dat ik een ex ben. Ja. En geloof jij dat? Nee, natuurlijk niet. Maar als je niet getrouwd bent en je woont ook nog alleen... en je weet ook nog alles van kruiden, dan ben je al snel een ex. God roept daar elke dag. Ik kan hem horen. Ze luistert niet. Nog niet. Oh, Wienes, de schout moet wel eerst betalen, want het zijn tenslotte bokkenrijders. Bokkenrijders? Ja, ze vertellen, het zijn er drie. Drie? Ja, dan eerst martelen, dan de galg. Nou, dat is niet slecht, hoor. Martelen? Moet je gaan? Waarom? Het is nog zo vroeg en de dag is net begonnen. We deden merk je niet of het dag of nacht was. Het is een wolf. Oh, niks. Als je maar zorgt dat je elke dag weer boven komt, Martin. Oh, nee. Daar komt niets van in. Wij betalen hier pas als het werk gedaan is. Eerst martelen. En dan de hoogste galg. Het maar... zijn wel bokkenrijders. Het zijn wel bokkenrijders. Daarom juist. Stonden er net ook al zes. Heel brutaal, broer. Ik ga
gang in. Trek je oren van je kop, ja? Ben je doof? Beeld is van lood. Dat weten jullie net zo goed als ik. Van lood? Jullie hebben het ergens begraven. Waar? Praten zullen jullie. Praten! We weten niks. We komen er wel achter. En dan hangen jullie. De zwarte kapitein zal ons redden. Dit keer niet. Geen bokkenrijder zal hangen zolang hij onze leider is. Frikje, hoeveel korf heb jij al gedaan? Daar hou ik niet bij, daar heb ik geen tijd voor. Twee, drie? Nog veel meer. Wat is het dan? Wat is er dan? Vertel ik je later wel. Heb je wat te eten voor me? Nou, vooruit te maken. Heb je wat te eten voor me? Maar dat geef je toch net? Nou genoeg van, ja. Anna. De dokter is toch wel thuis? Dokter. Anna. U moet naar de terechtstelling. Dat kan toch niet, Anna? Dat begrijp je toch? Ja, maar ik weet iets. Maar de zwarte kapitein moet er zijn, Anna. Maar die zal er ook zijn. U allebei. Ik heb net iets gezien. Ik kan niet tellen. Het is echt zo van Gastel. Van de vijf tellen er maar vier. Weet je dat heel zeker? Ik heb het bijgehouden. Kijk. Van de 17 heeft hij er maar 14 geteld. Domme. Dat scheelt een heleboel. Drie. En we kunnen er niks tegen doen, hè? Want die man die is vriendjes met Van Gaal. Zo krijgen we toch veel minder geld? Ja. We moeten verder. U wilde de zwarte kapitein toch spreken? Ja. Spreekt u maar. Hij staat voor u. Mijn God. U bent het. Al deze misdaden hebben de beklaagden begaan in naam van een duivelse roversbende die zich Bokkenrijders noemt. En die beweert een pact met de Satan te hebben gesloten. Het vonnis luidt dan ook als volgt. De beklaagden zijn schuldig aan alle genoemde misdaden en worden veroordeeld tot de dood door de galg. Het is waanzin, Anna. Maar begrijpt u nou, meneer Pastoor? U verkleedt zich als de zwarte kapitein. Dan is hij ook bij de terechtstelling aanwezig. En dokter Kierighoffs is er gewoon als dokter Kierighoffs. Maar ik zie er niet zo uit. Met een masker wel. Als u het niet aandurft, en. Ik lijk niet op de jonge zwarte kapitein.
Ik ben niet de aangewezen figuur als dubbelganger. Misschien hebt u gelijk. Zelfs bij de bokrijders is er niemand die de zwarte kapitein kan vervangen. Nou, dat is dan het einde van de zwarte kapitein en de bokrijders. Of het einde van dokter Kirchhoffs. Morgen is de mijn gesloten. Omdat er 3 bokkenrijders worden opgehangen. Worden dan niet al uitbetaald? Ik kan wel wat geduld hebben, nog een mans. Doet het bij jou geen pijn? Nee hoor, echt. Het gaat over. Een gastel, 20. Jullie kunnen hier niet rekenen. Wijs hem maar eens. Die daar. Van elke 5 korven schrijft hij er maar 4 op. Die nieuwe jongen die heeft het allemaal bijgehouden. Hé, ja, rustig. Hoe heeft die jongen dat bijgehouden? Die knaap kan rekenen. Ja, straks ga je ook nog vertellen dat hij kan lezen en schrijven. Hé, Martin. Van Gastel hier zegt dat jij de korf vertelt? Hij vergeet er af en toe een op te schrijven. Oh, dat klinkt heel anders dan 4 van de 5 opschrijven. Dat doet hij ook. Kijk, steeds schrijft hij er maar 4 op. En dan vergeet hij er 1. 5, 10, 15, 20, 23. En dit hier? Ik heb opgeschreven ochtend, middag en avond. Hij doet het de hele tijd. Van de 5 schrijft hij er maar 4 op. Het is een oplichter. Stilte, bek houden. Stilte. Ik stel hier de opzichters aan, dus ik bepaal wat er geteld is en wat niet. En jouw teller krijgt er 20 betaald. 20? Oplichterij. Is dat voor de kerk of voor jezelf? En als je zo praat, hoef je niet meer terug te komen. En wijsneuzen hoef je ook niet te hebben, begrepen? Kom mee. Dat was heel dom van je. Het was toch zo? Ja, straks zijn we ons werk kwijt. En wat dan? Het was waar wat Martin zei. Nou ja, de goede daden van Martin hebben ons veel vreugde gebracht. Ik ga morgen naar de stad, naar die ophanging. Nu ga ik slapen. De dood erop. Ik ook. Neo goed, wie zou je nu? Hoe zou het met Martin zijn? Alles ziet er zwart en duister uit. Net als de donkere wolken voor de zon. De hajulo dan is stek. Leid je zich veel heuken op wat? Ze vragen of de wolken het zullen winnen van de zon. Niemand wint van de zon. Adig amig Martin als er een sugar een op wat kwetti. Had hij nu bijna meer had hij. Zolang Martin naar de gouden zon zoekt, zou hij niet in de duisternis staan. Ik ga vanavond naar hem toe. Martin, slaap je? Ja. Dat gouden beeld. Dat is helemaal niet van goud, maar van loten. Het smolt in de vlam van een kaars. De stad praat er allemaal over. Ik ben een paar dagen niet meer geweest vanwege die stomme schapen van jou. Maar ik had zo'n trek. Dus jij heeft toch gelijk. Ja, ik zag hem net de tinnengieterij ingaan toen ik van de zigeuners kwam. Zigeuners? Ja, Aranka zegt dat het beter met je gaat als je de gouden zon blijft volgen. Kom. Martin. Wolf. Nee, hoe zit het nou met het goud? Wat goud is, zal lood worden. Ja, wat lood is, zal goud worden. Dat weten we nou wel, maar... Luister. Jij denkt dat ik het goud heb. Maar dat is niet zo. Niet meer tenminste. Maar alles komt goed als ik gelijk heb. Geduld. Dan komt dat goud vanzelf. Hoe moet het dan allemaal? Is de pastoor niet vrijgekomen? Lopen jij en je vader niet vrij rond? De schoot heeft het lood. En dat goud komt later. Voor de boeren. En voor Lotteke. Nee? Nee? Die bokkenrijders gaan lachend hun dood tegemoet in, schout. Je hebt toch wel wat uit ze weten persen? Ach, ze zijn ervan overtuigd dat die zwarte kapitein ze kon bevrijden. Ze zijn wel heel zeker van hun zaak, hè? Zou hij komen? Zeker.
Maar als hij niet komt... Of de een komt of de ander. Allebei goed. Uh-huh. En als ze allebei niet komen? Dat lijkt mij niet. Wij hebben gezworen op de dode hand onze makkers te bevrijden uit de gevangenis. Hoe gaan we dat doen? Wij. De rechtstelling is overdag. Bokkenrijders rijden niet op klaarlichte dag. Voorlopig niet. Ik ga alleen. Maar mijn woord zal ik niet breken. Dokter Kirchhoffs. Lei. Ik kom u helpen. Dat werd tijd. Jij bent de oorzaak van dit alles. Als jij het goud niet... Van wie dacht u dat pak en dat masker gekregen had? Jij? Ja. En ik hoop dat u beseft wat dat betekent. Het is een grote verantwoordelijkheid zwarte kapitein te zijn. Aanvoerder van een leger dat vecht tegen armoe. De kanunnik. De schout. Het is een onmogelijke opdracht, Lei. Hoorde ik iets van een dubbelganger? Hoe weet je? Ach, er is niemand die dit kan doen. Ik heb een tekening gemaakt. Zou u misschien eens moeten bekijken samen met de pastoor? Het is een soort raadsel. Het is dit? Wat betekent dit? Lei. Lei? Lei? Ik zou het niet weten. En die pijl. Moeten die bollen ergens heen? Waar naartoe? Het westen? Wat is er in het westen? Ik ben misschien dan al wat ouder, maar nog steeds een uitstekend boogschutter. Dat zie ik, ja. En ik weet nu ook wat het betekent. Ogenblikkelijk. Waar sta je nou, man? Wat een kikker.